Ja, graag. Ik heb een connectie met Mondriaan, vooral een financiële connectie. Dat is inmiddels alweer van ruim 10 jaar geleden. Toen de Nederlandse Bank vanwege het afscheid van de gulden het idee had opgevat om een fonds te maken voor kunst. En aangezien ik als aandeelhouder optrad namens de staat, moest ik daar toestemming voor geven. Maar voordat het goed en wel in kannen en kruiken was, kwam er een prachtige mogelijkheid langs, althans in de ogen van de kenners, om een Mondriaan waar iedereen, die iedereen graag zou willen hebben, onder andere het MoMA in New York, weet ik uit mijn eigen contacten, om die weg te kapen. Vervelend is bij Mondriaan dat zo'n 90% van de Nederlandse bevolking vindt dat niks en 10% vindt het geweldig. En 90% klinkt ook door in de Kamer, dus in de Kamer werd mij het leven nogal zuur gemaakt. Omdat ik hier aan meegewerkt had en daar werd ook gebruikt het argument van ik heb het budgetrecht van de Kamer ondergraven. Ik had het natuurlijk voor moeten leggen, eerst aan de Kamer en dan kan je het al niet meer kopen. Want dan is het plotseling het bekend. En ik had nou van alles nog wat. Ik heb nog aangeboden aan de Kamer als goedmakertje van schilderij is niet af. Ik wil het gratis afschilderen, maar dat hielp ook niet. Maar goed, daar ben ik uiteindelijk wel overheen gekomen. Ik ben verder door een historie erkentelijk natuurlijk voor het feit dat ik het lint mag knippen, want er is natuurlijk niks mooier dan het knippen van een lint. Sorry. Ja, klink ook. Ja, dan moet ik dit nog doen. Ja. Yes! Kom maar, een klein applausje! Dit is het Amersfoort gedeelte. Symbolisch het wiegje. Het gewichtje ook of niet? Het is wel een wieg uit die periode zoals ze veel gebruikt werden, maar ze zijn dan wat anders gestoffeerd. Het zijn allemaal deze eerste foto's. Dat zijn dus Amersfoort foto's, maar wel echt uit die periode. Want daar kan je nog wel mee door de mand vallen. Ja. Dit zijn hoorspelen. Oké. Dus als je, ik weet niet of die nu is aangegaan. Ja. En dan kan die ook pakken. Hij staat erop. Ja. Nou, wat het leuke is, is dat het verteld wordt alsof hij het zelf vertelt. Dus ik. Ja, we woonden daar en we betrokken dat. En dat maakt het wel dat het dichterbij is dan. En het is een plezierige stem. Bedankt. Nou, u heeft het al gezegd. Uw financiële connectie met het Mondriaan, dat was voor ons ook de reden om... u heeft gezorgd voor de aankoop van het laatste werk. Nu heeft u gestaan bij de wieg van Mondriaan. Dat vonden wij wel een heel erg mooie. En vervolgens kwam het kamerpartnerschap van ABN AMRO erbij. Nou, toen was het cirkeltje helemaal rond. Ik vond het ontzettend leuk dat u er was. Dank je wel. Okay. Dank je wel. Meneer Zalm. In een tijd van allerlei ingewikkelde investeringen was de aankoop van het laatste schilderij een goede investering. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er ook steeds meer waardering inmiddels voor is. Want het is toch wel het hoogtepunt, denk ik, van zijn werk. En als je dat naar Nederland kan halen van zo'n Nederlandse beroemde kunstenaar, dan is dat de moeite waard. En het aanbod dat u het even wilde schilderen voor misschien een kleine vergoeding dan?
Nou, ik wil het voor niks doen. Heeft u ooit begrepen waarom dat... Nee, ik snap het nog steeds niet hoor, waarom ze dat geen goed idee vonden. U had eerder wel al geschilderd, dat ben ik... Nee, dat niet, maar het leek mij goed te doen. U heeft een korte indruk gekregen nog. Ja. Hoe ziet het dan ons in het huis? Leuk, dus je kan eigenlijk heel mooi de levensloop van Mondriaan ook de ontwikkeling in zijn werk zien. En het is te doen. Je hoeft er geen dagen rond te lopen. Ik kan raden voor in ieder. Ja, het is een moeite waard om even te kijken. Zeker. Dank u. We hebben regelmatig artistieke kwesties. Zoals onze afkeur van de diagonale lijn. Ik was van mening dat alleen de rechthoekige afsluiting exact uitdrukking geeft aan de evenwichtige verhouding.